Van 20 tot en met 29 september wordt er in ons land een council meeting van CANACOM gehouden. CANACOM staat voor Caribbean and North American Council for Mission, een kerkelijke organisatie opgericht op 11 september 1986, nu dus 30 jaar geleden. Het doel van de CANACOM is lidkerken die reformatorisch zijn te helpen met hun projecten. Gisteravond heeft in de Centrumkerk van de Hervormde Gemeente aan het Kerkplein de officiële opening van de council meeting plaatsgehad tijdens de eredienst. De Hervormde Kerk van Suriname is sinds maart 2014 bij deze kerkelijke organisatie aangesloten en heeft dit jaar het voorrecht als gastheer op te treden bij deze jubileum council meeting. De secretaris van CANACOM, Jennifer Martin, gaf aan dat de organisatie vanaf de start 30 jaar geleden sterk is gegroeid. Volgens haar is het de liefde voor de Heer die heeft gemaakt dat CANACOM zoveel lidkerken in verschillende landen heeft. So you can see that we are well spread. But we have one thing in common. It is a love for the Lord and a desire to be really obedient to Acts 1 verse 8, which tells us to go out and to speak the word of the Lord and to do the mission of God. So when your church agreed so quickly to receive us, we were so happy. And it falls to me, and it is really a great pleasure of mine on behalf of Mrs. Ann Phillips and of all of the administrative committee to say a big thank you to Reverend Diane DeGraven and her hard-working team. They are the youngest member of CANACOM, and the kind of reception and planning and care to detail that they have put in is more than we could have imagined or thought of. Op het programma van de council meeting staat verder een workshop die morgen gehouden zal worden in ons huis. Tijdens deze workshop zal er onder andere gesproken worden over mensenhandel, armoede, kerkgroei en vernieuwing. Op zondag 25 september zal er in de tuin van de Surinaamse Bank een receptie gehouden worden ter viering van het 30-jarig bestaan van CANACOM. Verder zijn er elke dag council meetings die slechts voor de delegaties toegankelijk zijn.